wat is het idee van deze avond? We kijken eerst de aflevering van afgelopen zondag, de nieuwe makers. En dan hebben we vervolgens een drietal mensen die een inleiding geven van maximaal 10 minuten. Ja, als het om tegenlicht gaat, vond ik het erg grappig om te constateren dat aan de ene kant zie je een soort omgekeerde piramide van de top bepaalt het niet meer. En de basis krijgt datgene waar ze niet om gevraagd hebben, maar waarschijnlijk het goedkoopste product waar ter wereld ook geproduceerd. Alsof dat om zou draaien op het moment dat we overal in de wereld printers hebben staan en u maar uw digitale ontwerpen instuurt. Ik heb daar even een vraagteken bij. Dus de inleiders, dat zijn mensen die iets met het onderwerp hebben, die extreem voor zijn of tegen of een mooie voorbeelden hebben. En die krijgen een podium rond hun onderwerp. Hoe kunnen we met elkaar vanuit dat bewustzijn creëren, produceren, consumeren? En daar gaan we de dialoog over aan de toekomsttafels. Weet je, de discussie die ook door de wethouder werd aangezwengeld. Jij had hem bijvoorbeeld vanuit jouw achtergrond van kleding. Moet kleding nou duurzaam zijn? Wil ik dat zelf? Of op het moment dat er alleen nog maar duurzame kleding is, koop ik vanzelf alleen nog maar duurzame kleding. Dus kip of ei, waar moet het beginnen? En daar zijn wij nog niet over uit. Dus die vraag wilden we eigenlijk ook vooral meegeven, denk ik, aan de nieuwe groepen. Van help ons eigenlijk aan deze tafel ook eens wat verder met, ja, is er nou echt sprake dus van, gaan we de wereld nou echt veranderen? Of is daar veel meer nodig dan alleen een berg nieuwe techniek? Hoe is het nou van jou om te zien dat er in Amersfoort een meet-up wordt georganiseerd? Ja, ik vind het echt fantastisch dat hier gewoon iets van 40 mensen in een fabriekshal bij elkaar komen om over ons programma te gaan praten dat we in Hilversum hebben bedacht, dat we op tv uitzenden. En dan zie je dat het veel meer is dan alleen een uitzending, dat hier mensen gewoon echt ermee aan de slag gaan en hier in Amersfoort wel heel actief. Dus dat is heel erg leuk om te zien, daar word ik heel blij van. Wat vind je nou zo belangrijk dat dit soort thema's besproken worden? Nou, tegenliggen maakt natuurlijk onderwerpen omdat het dingen in de maatschappij signaleert, omdat het ook wel dingen probeert aan te kaarten van hier denken wij dat de toekomst naartoe gaat. En daar zit ook wel heel veel aanzet tot discussie in en we merken ook dat we dat losmaken. En tot voordat deze meetups bestonden ging die discussie eigenlijk verloren. We maakten het wel los en het was er heel even en dan was het weg. En dit geeft het veel meer een plek. Hier is het nu in Amersfoort, maar het gebeurt ook in Amsterdam, het gebeurt in Groningen, het gebeurt in Den Bosch. Dus in één keer gaan om allerlei plekken in het land, wordt die discussie verder gevoerd. En misschien leidt dat wel weer dat mensen er nog meer mee bezig gaan en hier ook elkaar echt tegenkomen. Ik denk dat dat ook wel echt heel belangrijk is. Ik weet helemaal niets van techniek, dus het is heel erg leuk om naast mensen te zitten die daar heel veel verstand van hebben. Wat ik dan probeer om te kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld de overheid beter maken. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg van belang om te kijken hoe kun je nou de techniek die zo razendsnel gaat ervoor zorgen dat die kloof die vaak genoemd wordt, de kloof tussen overheid en samenleving is zo groot. Ja, hoe kan techniek misschien ervoor zorgen dat die kloof kleiner wordt? Nou ja, ik wil dat oppikken, dus vandaar dat ik hier nu ben. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat mensen die bijvoorbeeld huurtoeslag of een bijstandsuitkering aan moeten vragen, vaak een laag taalniveau hebben, terwijl de overheid brieven stuurt die daar iets van 2 niveaus boven ligt. Zodoende de overheid en een deel van de bevolking buiten de boot vallen, elkaar niet begrijpen. Dus er wordt al heel veel op video gezet, omdat heel veel mensen gewoon slechter of liever niet lezen. Maar het wel graag willen horen en zo informatie tot zich kunnen nemen. Wat denkt u zelf hoe die kloof kleiner zou kunnen worden? Nou ja, we hebben het er bijvoorbeeld aan mijn tafel over gehad van is het ook zelfs mogelijk dat de software, dat computers zo intelligent worden dat ze, ik zou bijna zeggen, als vanzelf die vertaling geven tussen die overheid en de mensen thuis. He, dus veel mensen zijn misschien niet in staat om mee te komen, daar was ook zorg voor aan mijn tafel. Nou, misschien is het wel mogelijk dat we dat techniek daarvoor gaat zorgen. Want de overheid gaat daar misschien zelf niet voor zorgen, die is daar misschien niet eens toe in staat. Maar misschien dat techniek dat wel kan. Nou, en ik heb daar een aantal mooie verrassende opmerkingen over gehoord die ik nog even ga overdenken. Zoals? Wat was een verrassende opmerking? Nou ja, wat bijvoorbeeld over ging is, dat was natuurlijk iets wat we allemaal kennen, de iPads. Maar hoe de iPad bijvoorbeeld ook nu ook al ouder uit hun isolement heeft gehaald. Maar een iPad moet je nog steeds zelf aandoen. Kunnen ervoor zorgen dat bij wijze van spreken een iPad aangaat, omdat hij merkt dat opa of oma of wie dan ook op dat moment heel erg eenzaam is. En die op dat moment als zelf op zo'n manier zelfstandig ook verbinding gaat leggen, weer naar iemand anders om hem te helpen in zijn eenzaamheid. En dus dat is de volgende slag die denk ik gemaakt moet gaan worden. Dus nu is het nog vaak, je moet zelf
actie ondernemen. Je moet zelf iets aanzetten. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn op het moment dat apparaten of zo deskundig worden, zo ontzettend gevoelig worden, dat ze dat aanvoelen van wacht even, er is nu iets nodig. En dan ook gaan handelen. Nou, daar hadden we het over. En dat lijkt me gaaf om dat soort uitvindingen uit te rollen. Nou, dit is dus de muus, die scant mijn hersens. Ik heb er net sinds vrijdag in huis en ik moet er nog goed gaan ondervinden. Maar hij is open, als in de zin van iedereen kan het uitlezen en gaan ontwikkelen. Dat vond ik al mooi. En ze hebben zelf vanuit die fabrikant de eerste applicatie ontwikkeld. Dat hij inderdaad kijkt met een soort van gamification. Van ben je nu inderdaad gestrest, dan hoor je een storm voorbij komen. En als je rustig aan het denken bent, dan hoor je een heel mooi weertje eigenlijk ontstaan. Het gras wat heel zachtjes zwaait. En, nou, als je dat elke dag 3 minuten doet, dan schijn je daar al het effect van gaan merken. Nou, dat was toch best wel een redelijke opkomst voor de eerste keer, geloof ik. Ja, we zijn hartstikke tevreden. 20 mensen voor de eerste keer, dat is heel goed. Ja, en dat is het leuke, wat ik al zei aan het begin van de avond, de permanent beta-stijl. We hebben een community opgebouwd inmiddels van zo'n 1500 mensen. Je gooit er iets in en er komen allemaal meedenkers uit. Hè? Dus er gebeurt ook echt aan die tafels een enorme dynamiek. Ja, super, super leuk. Wat heb je nou zelf van deze avond overgehouden? Nou, inhoudelijk niet zoveel, want je loopt vooral te kicken dat er zoveel mensen zijn dat het eigenlijk loopt zoals je het een klein beetje bedacht hebt. Let's talk.